Neem dat. Miss Delight, eet het op. Waarom werkt het niet? Wat? Woef, spel is over. Ben je meegezogen in deze virtuele wereld? Studeren? Niet vandaag. Ik moet dit niveau verslaan. Hoe ben je eruit gekomen? Spijbelen is een no-go. Nu zie je de wereld zoals die is. Geen illusies. Wat heb je gedaan? Nee! Kom op! Dit is zo griezelig. Zit ik in een spel? Of in het echte leven? Ik kom er niet uit. Een briefje. Ben ik geadopteerd? Oh nee, alleen niet door deze gekken. Miss Delight. Totale nachtmerrie. Oh, jij kleine onruststoker. Besloot om verstoppertje met mij te spelen? Nou, laten we spelen. Het is duidelijk, we kunnen hieruit ontsnappen. Belachelijk. Sst, naar de uitgang. Oké. Hey, wacht op mij. Er staat hier een bord. Ga weg. Zeker deze deur. Kom op, hij gaat niet open. Wacht, het is een aanraakslot. Misschien zal mijn lange been werken. Zie je het? Scheur het af. VHS-band. Er is een speciale speler voor nodig. Ha, kijk. Deze school heeft alle rommel en zeldzaamheden. Moeten we hem aanzetten? Natuurlijk. Als je weet hoe. Intuïtief. Heb een idee. Oh, hier is Huggy Wuggy. Hij wijst naar een kast. En in de kast? Aha, weet je nog? Ja, nu moeten we alleen nog de kast vinden. Dit lost ons probleem op. We zijn gered. Hoera! Blauw of rood? Een les overslaan is niet goed. Snel! Hanna, laten we rennen! Ingeslikt? Opluchting! Wow, je bent zo cool! Misschien zit hier een hint in. Oh, mooie kleur. We moeten er dringend naar kijken. Ja, er is ook een videorecorder. En een scherm. Huggy Wuggy weer op de video. Een compartiment? Dat is duidelijk. Laten we het doen. Jullie komen niet ver, kleine spijbelaars. Nee, je doet ons geen kwaad. We blijven niet op deze enge school. Hanna, zoek de sleutel. Alles onderzoeken. Hanna, lieverd, schiet op. Het lijkt erop dat ik het gevonden heb. Een generator. Hij past perfect in ons compartiment. Ren! Ah! Je bent nutteloos. Het gebeurt. Ho! Miss Delight, je verstoort Hanna's onderwijsproces. Je wordt van school gestuurd. Vandaag niet, mevrouw de rode polka tot rok. Ah. Volg mij, ik kan het. We moeten dit rooster op de een of andere manier verwijderen. Haast je gewoon, ik ben zo bang voor haar. Grabbag helpt hier niet. Ik behandel het met mijn blote handen. Oh, yeah. Soortgelijk. En klaar. Wat een kracht. Waar ga je heen? Wacht. Wow, precies op het doel. Zo gaat het altijd. Als je denkt dat je ontsnapt bent, blijkt dat dit nog maar het begin is. Bespaar je energie, Hanna. Praat niet. Ik ben het zo beu om voor haar weg te rennen. Oh, kijk. Volgens deze kaart is onze uitgang daar. Laten we kruipen. Woef, laat mij op adem komen. Raak niet achterop. Ik doe mijn best. De energie raakt op. Ah, laat me gaan. Terug naar het klaslokaal. Lessen niet gedaan. Woef, kwam weg. Het lijkt verder deze kant op te gaan. Ja, scheur het rooster er snel af. Makkelijk. Ik heb hier al ervaring mee. Dus nog een klaslokaal. Nog een reeks problemen. Ha! Nee, nee. Raak ons niet aan. Ha!
Het lijkt erop dat ze in ernstige problemen zijn gekomen. Hallo daar. Wees niet bang. Alles is in orde. Wij kwamen helpen. Ik haast me zo snel als ik kan. Haast me niet. Gegroet. Zoek hulp in deze kast. Oh, jij ondeugende Huggy. Tips uitdelen? Help! Naar de kast. Daar is onze sleutel tot verlossing. Kijk, de poster met Grab Pack. Dat is alles. Alles is zoals in de video. Met een groene hand. Trek hem aan. Groen staat je goed. Oké, ik ga. Ja, ik kan niet wachten om hier weg te gaan. Kom op. Het werkt niet. Wat is er aan de hand? Ik begrijp er niets van. We missen iets. Kijk, het groene licht. Waarschijnlijk moet je het aanraken. Laten we het proberen. Ho, hij wordt nu opgeladen. Ik denk dat ik het begrijp. Ja, maak het vast. Misschien werkt het. Oké, ik zal het proberen. Oeps, het is weer mislukt. Niets. Hanna, heb je deze magische bal gezien? Ja, ik denk dat ik het snap. Laten we het doen. En Hanna is slim. Goed gedaan. Het lijkt erop dat ze de natuurkundelessen niet heeft overgeslagen. Je moet gewoon voorzichtiger zijn met elektriciteit. Het zou kunnen shockeren. Nu is alles zoals het hoort. We zijn op de goede weg. Je bent briljant, Hanna. Daar had ik nooit aan gedacht. En jij? Hoor je die geluiden? Ze komen uit deze pijp. De sleutel van de deur. Daar is het. Als ik jou was, zou ik mijn kracht niet tevergeefs verspillen. Daddy, schiet op. Heb je mij gemist? Oh, ik moet gaan. Dit is niet de juiste deur. Stop. De enige uitweg is de ventilatie. Ons oude betrouwbare pad. Vooruit. Of beter gezegd, naar boven. Stop. Wil je mij hier helemaal alleen achterlaten? Wat moeten we doen? Grab pack. Precies. Snel. Pak de hand. Ik trek je eruit. Ik hoop dat dit ding mij vasthoudt. Wow. Nee. Ik kon je niet redden. De slang knapte. Woeps. Een dieet zou geen slecht idee zijn. Hoi. Misschien worden we vrienden. We zullen vrienden zijn. Nee. Nu ben ik alleen. Het zal niet lang meer duren. Binnenkort zijn we samen. Voor altijd. Weer een klaslokaal van de gekke juf. Huh? TV kijken is slecht voor je ogen. Ah! Daar is de juiste kast. Hanna, wacht even. Waar ga je heen? Wacht op mij. Nu is het definitief. Tot ziens. Gekke Miss Delight. Oh, knijp me. Stop, waar ben ik? Catnip op de cover. Is er iemand? Hoepie, kieskeurig varken, overal smiling critters. Ben ik in huis beland? Ze zijn allemaal schattig, tuurlijk. Maar mijn absolute favoriet? Catnip! Ik wil net zoals jij zijn. Boe. Oh! Oh, jij bent het. Catnip, het meest geliefde wezen op aarde. Wat een tederheid. Kijk je naar de poster? Ik wil zijn zoals jij. Dat is niet mogelijk. Laten we dit proberen. Het enige wat we nodig hebben is kattenmagie. Wauw. Klaar. Vind je het leuk? Het kapsel is fantastisch. Bedankt, Catnip. Laten we het kam-experiment overslaan. Hier bewaren we de kostuums. Wauw, zoveel lekkers. Een droombox. Konijnenkostuum? Nee. Piggy? Ik wil niet. Zoveel kostuums. En geen enkele klopt. Wat moeten we doen? Denk dat we het moeten opgeven. Alsjeblieft. Het gaat niet om wat je draagt, maar om hoe je verzorgd je bent. Kattenwijsheid. Alsjeblieft. Dat is een twist. Met een kat zul je je niet vervelen. Daar. Bond. Wat moet ik doen? Naai een kostuum voor jezelf. Ik heb een naaimachine. Doe het weer. Coole cat. Oh, lijkt erop dat mijn hanger vandaag niet tot rust zal komen. Make-up? Oh, dat is makkelijk. Tijd om poeder te geven.
Weet jij iets over make-up? Nee, ik ben een professional. Ja, Catnap. Ik heb je hulp nodig. Geen probleem. Ik ben er. Lieverd, een momentje. Mami Longlegs heeft een magische make-up kit met alles wat nodig is voor de makeover. Ben jij dat, Catnap? Het is persoonlijke ruimte. En wie hebben we vandaag in de stoel? Oh, laten we beginnen. Niet dit. Brush. De huidskleur moet egaal zijn. Geweldig gedaan. Wat denk jij? Tevreden? Nu zijn we met z'n tweeën. Fijn om iemand te hebben om mee te spelen. Oh nee, lieverd. Hoe gaan we het redden zonder Gareboel? Catnap, wees niet boos. Honger. Slapende rook. Nieuwe taak. Interessant. Wat? Kom op, probeer wat lavendel. Heerlijk. Oh. Zo. Stop het gewoon in je mond en kauw. Gewoon? Het ziet er niet eetbaar uit. Oh, vrienden, onthoud. Eet geen rauwe planten. Niet doen betekent niet doen. Wat dacht je van lavendelsap? Probeer het. Sap, dat is anders. Ik zal niet weigeren. Oh, wat smakelijk. Wacht, ik heb een idee. Vreemde sensaties. Wat is dat? Een rooksignaal voor microben? Wacht, ik heb een idee. Laten we het sap op smaak brengen met frisdrankbellen. Een rare lifehack. Nou, wat zeg je? Oeps. Een hele capabele student. Wakker worden. Kom op, Catnap. Catnap. Wat te doen? Oh, ik heb een idee. Katten zijn doodsbang voor water. Oh, moeders. Weg met dat vervelende water. Ondankbaar meisje. Sorry, ik probeerde alleen maar wakker te maken. Nou, het werkte. Oké. Wat? Nog een taak? Hé, het is tijd om het onmogelijke te doen. Stil de maan. Daarvoor hebben we een ladder nodig. Ik zal helpen. Oh. Grijp van achter. Stop. Is perfecte plek. Help me. Zo, dit zal de grootste diefstal zijn. Oeps. Van een hemellichaam. Kapitein Catnap is op een missie. Kapitein, ik zal u van onderen steunen. Wat een leuk avontuur. En zoveel kleine sterretjes. Dat is ons hoofddoel. Wat mooi. Anna, vangen. Maan is van mij. Wat een schoonheid. Oeps, hoe kan ik het vergeten? Ik ben een kat. En we hebben hoogtevrees. Auw. Eng. Oh nee, Catnap. Snor, snor, poes, kom naar mij toe. Help, iemand. Help de kat van de hoogte te krijgen. Hulp is gearriveerd. Je liet me schrikken. Snel, haal de bange Catnap neer. We zullen het afhandelen. Het is heel eng. Oh, heel erg eng. Kitty, ik zal je redden. Kom in de armen van mij. Nou, er is nog een kat gered. Je bent onze held. Bedankt. Pas op. We hebben de maan. Precies. Hé, we moeten hem verkleinen. Begrepen. Snel. Trek hem aan. Het staat je goed. Phew. Oeps, nog een bericht. Ik ben echt de Catnap. Bedankt, maatje. Gefeliciteerd. Eindelijk, mijn droom is uitgekomen. Ik ben één van hen. Eindelijk, mijn droom is uitgekomen. Ik ben één van hen. Smiling Critters. Hey, Catnap. Ik heb een klein cadeautje voor je. Echt waar? Voor mij? Wat zit erin? Zo nieuwsgierig. Katten houden het meest van dozen. En wat? Een garenbal? Wow. Vind je het leuk? Een paarse garenbal. Het is een droom. Ik wist hoe mijn kattenvriendjes blij kon maken. We zijn waakkatten. Er is iets mis met de hanger. Home sweet home. Ik zal je missen. Tot ziens. Oh, ja, het was heel leuk.
We hebben het leuk gehad samen. Ik heb de garenbol nog. Vicky, ik ben het. Elin. Ik ben veranderd in Catnap. Katten zijn het beste dat de natuur heeft gecreëerd. Je gaat me helpen, nietwaar? Hou mijn kleren. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Blijf weg. Help, er is een monster. Help. Vicky, wat is er gebeurd? Catnap is een monster. Nee, nee. Het zou mijn huid kunnen zijn. Kom op, dat was niet mijn bedoeling. Monster, monster, monster. Help. Zo werd ik Catnap. Ik wou dat ik weer een meisje kon zijn dat Elin heette. Arm wezen, we moeten je lichaam terugkrijgen. Ja hoor, ik heb een idee, maar we hebben een plan nodig. Dus om mij weer in een persoon te veranderen, moeten we het laboratorium van de slechterik binnengaan. Hem neutraliseren en daar een omkeerbaar elixir vinden. En zodra ik het drink, ben ik weer een meisje. Vervelende armoedige kat. Deze vlooie hond helpt haar ook. Het zal je nooit lukken. Ik moet haar vangen. Maar hoe? Oh, ik heb een idee. Geweldig. Proost, vriend. Laten we het doen. Ach, wat een geur. Heeft mijn loopneus genezen? Ik ben niet jaloers op Huggy. Oh, meester. Huggy, je hebt te maken met Catnap en haar handlangers. Oh, wat is er aan de hand? Ruff. Is dit een aardbeving? Geen idee. Het is Huggy. De kwaadaardige wetenschapper moet hem gestuurd hebben. Zeg vaarwel tegen deze wereld. Ontspan, ik zal met hem afrekenen. Je kunt mij niet verslaan, Catnap. Ja, wat kun je met me doen, Tootie? Kijk eens wat ik heb. Wow! Vind je het leuk? Vang! Ach ja, de mijne. Mijn bal. Miauw. Ik moet zelf tegen Huggy vechten. Geef je over, mens. Ik? Nee. Je bent toch klaar. Wat moet ik doen? Oh, ik heb een idee. Zullen we spelen, Tootie? Oeps. Oei. Ouch. Het doet pijn. Oh. Het zou nu moeten werken. Slaap. Ja, Huggy Wuggy is geïmmobiliseerd. Geweldig teamwerk. Ruff. Laten we hem hier weghalen. Hij is zwaar. Oh jij, Huggy, zwakkeling. Ik kon sommige meisjes niet aan. Oh, precies. Er is één dame. Alleen een vrouw kan vrouwen verslaan. Lieve Mommy Longlegs. Tijd dat jij laat zien waar je toe in staat bent. Maak het je gemakkelijk en sta nu op. Oh! Waarom heb je mij wakker gemaakt, meester? Ik heb een baan voor je. Tot uw dienst, baas. Reken af met Catnap en haar handlangers. Zoals je wilt. Kom op, mommy, laat me niet in de steek. Ik zal mijn best doen. Nu zal niemand ons tegenhouden. Binnenkort krijgt Catnap haar look terug. Op, wat was dat? Ik vind het niet leuk. Help me. Laat me niet los, meiden. Wacht even, Mac. Shoo, laat los, vervelende arm. Mommy Longlegs. Catnap gaat mee. Sst. Miauw. Nee, help. Laat haar me niet wegslepen. Laat haar gaan. Arg, verberg. Woef! Geen tagbacks. Je kunt toch niet weglopen. Mommy, griezelig. Oh, spin, leuk. De hengel, geweldig. Ik heb een idee. Met mijn longlegs kom je overal. Woef! Woef! Mommy zal het niet leuk vinden. Daar reken ik op. Huh. Wat ben je aan het doen? Spin, ik zal je opvangen. Meneer Miauw, geef het hier. Haal je klauwen van mijn haar. Ga van me af. Oh nee, we moeten Catnap helpen. Dat is het, je hebt me kwaad gemaakt. Sorry Catnap. Hoe kan ik ze helpen? Denk na, Dog Day. Haast je, dit kan echt werken. Laten we een kleine val maken. Ruff. Jij, roze spaghetti. Vergeet mij.
Oh jij, je zult mijn eerste slachtoffer zijn. Au! Oh, spreek voor jezelf. Laat los, je zult er spijt van krijgen. Vertel dat maar aan je baas. Kom op, meiden. Niet bewegen, slechterik. Geef Elin nu een blik terug. Ze heeft een contract getekend. Geef het hier. Aha, nooit. Als je dat niet doet, dwing ik je. Nou, laten we daar eens naar kijken. Slaap. Ik was me eigenlijk aan het voorbereiden. Huh? Wat? Ik wil slapen. Botte. Ik zou vis eten. Waar zijn we? Geen idee. Wacht. Hij heeft ons opgesloten in een kooi. Oh nee. Mac. Ik ben zo verraderlijk. Binnenkort zal er nog een monster zijn. Arme Mac. Door mij zit ze in de problemen. Ik weet niet hoe ik haar moet helpen. Ruf. We kunnen niet op onze pootjes zitten. Ik heb het begrepen. Elke deur kan worden geopend. Hihi. Woef. De slechterik onderschat onze kracht. Woef. Wacht even, Mac. We komen eraan. Stop. Laat Mac los. Jij nerdige dropout. Ik ben een genie. Afleiding. Shh. Wauw. Alleen niet dat. Mooie stip. Brrr. Ik vang je wel. We zijn haar kwijt. Laten we vechten, grote baas. Crash voor puppies. Wat is dit? Bot. Zo groot en sappig. Geef het. Serveren. Geef me een bot. Woef. Bot. Kom hier. Hij heeft ze tot slaaf gemaakt. Ik moet alleen handelen. Voorzichtig. Gelukkig heeft de wetenschapper het druk. Dus welke tactieken moet ik gebruiken? Het contract is uit. Nee, wat heb je gedaan? Ik heb je kwaadaardige plan beëindigd. En nu ga ik jou afmaken. Kiel, rode ogen. Oh, sterren. Mac, je hebt het gedaan. Nee, wij hebben het gedaan. Het enige wat ik moet doen is mijn lichaam terugkrijgen. Oh nee, het flesje met elixir is leeg. Wat moet ik nu doen? Weg. Wacht even, ik ben goed in scheikunde. Ik zal proberen het elixir te repliceren. Nou, wens me geluk. Een beetje eenhoornmelk, nu vleermuizenbloed. Dit zou moeten werken. Ik hoop dat dus. Nou, er is melk en een vleermuis. Ik zal het proberen. Wauw, Mac, je bent briljant. Ruf, bedankt. Laten we hier weggaan. Ga maar, dan neem ik de rugzak. Rennen, Doc Day. Ik hou van gelukkige eindes. Ruf. Ergens heen? Ik ben niet bang voor je. Laten we vechten. Nee, nee, ik snap het. Ik had het mis. Vergeef me. Ik vertrouw je niet. Maar het is waar. Hier, als teken van mijn vriendschap. Wat heb je met mij gedaan? Ik hou van naïeve proefpersonen. Geniet van je reis, Pomni. Voilà. Nou, wie zegt nu dat ik geen genie ben? Het is voorbij. Stilte. Iedereen slaapt. Zie je de tijd? Ja, ja. We gaan het hooi in. Taylor, haast je naar je bed. Licht uit. Tot ziens. Nou, nu kan ik niet slapen. Stop met trillen. Er zijn hier geen monsters. We zitten achter de tralies. Naïef. Hallo, jongens. Mike. Hier. Monster. Catnip is loops. Sluit je ogen. Ik ga misschien even een dutje doen. Taylor, blijf wakker. Rode rook. Catnap. Wordt een nachtmerrie. Horror. Geen creepypasta meer voor het slapen gaan. Goed uitgerust. Welk parfum moet ik kiezen? Laten we voor lavendel gaan. Heerlijk. Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het, bro? Niets, niets. Ik had een nachtmerrie. Raar. Jacqueline is er nog steeds niet. Ze komt nooit te laat. Heb je haar gezien? Misschien is ze ziek. Ik hoop het niet. Wie gaat ons ontbijt brengen? Jacqueline. Ja? Misschien is ze gewoon vergeten om ons eten te geven. Ik ga haar eraan herinneren. Als iemand het vraagt, zeg dan dat ik snel terug ben, oké? Ga, ik doe dekking. De camera heeft alles opgenomen wat hier gisteravond is gebeurd. Er staat dus een opname op de computer. Laten we eens kijken.
Dit is raar. Ik vind dit allemaal niet leuk. Misschien is het gewoon een interventie? Of heeft iemand opzettelijk alle video's gewist? Wat is dit? Sleutels van de gevangenis. Ze zullen helpen. Je soep. Heb je haar gevonden? Nee, het staat niet in de keuken. Maar er was dit. Een nieuwe chef-kok in de gevangenis. Ik heb geen honger meer. Nare dingen. Geen ander eten. En ik heb echt trek in het tussendoortje. Ruik naar lavendel. Het leek je gewoon. Heerlijk. Kom op, probeer het. Of geef het aan mij. Echt niet. Ik moet deze brei eten. Hé, zo erg is het niet. Beter dan brood en water. Taylor? Wacht. Is dat pap op mijn gezicht? Je bril. Ze zijn veranderd. Heb je jezelf gezien? Helemaal in het paars. Ik denk dat het door het eten komt. Er is met pap geknoeid. Hé, wie heeft het licht uitgedaan? Mike, wat is er? Catnap! Laten we rennen. Schrik, katten. Ver gaan? Het voelt als slaap. En ik ook. Muis in de kooi. Ze zullen niet aan mij ontsnappen. Tijd om op borgtocht te gaan. We hebben een plan nodig. Laten we het Freedom One noemen. Jij bent het brein. Denk na. We gaan een tunnel graven met lepels. Begrepen? Ja. Weef het touw van de lakens. En dan zullen we van een klif klimmen? Precies. Auw. Kijk uit waar je heen gaat. Muis. Hij is enorm. Haal hem bij me weg. Wat? Het zal je geen kwaad doen. Kijk eens naar die tanden. Ik heb een idee. Hoe zit het met ons plan? Maakt niet uit. Ik heb een nieuwe. Hoe gaat het met mijn gevangenen? Oh, zo. Lekker slapen. Goed gedaan. Het ruikt naar eten. Een muis. Huh? Het ontbijt is hier. Kom op, niet rennen. Laten we kennis maken. Ik heb kaas. Het werkte. Hé, Taylor, sta op. Ze is weggegaan? Je bent een genie. Natuurlijk. Intelligentie is macht. Geef me er 5. Auw, mijn hand. Nee, maatje. Kracht zit in de spieren. Sterke grill. Geef gewoon toe. Mike zal me uitlachen. Hoe gaat het met je? Aan het werk? Ik geef het op. Open het. Zie je, het is zo simpel. Ho, wil je een muis? Nee, bedankt. Ik heb geen honger. Geniet ervan. Bedankt. Ja, onze atleet is bang voor muizen. Waarom is de nerd bang? We zullen het nu ontdekken. Slaap. Nog een enge droom. Taylor, je zult niet geloven wat ik net... Taylor, wat ben je aan het doen? Ik kan dit niet meer. Dit ding is zo leuk. Stop. Waar? Katja, help mij. Arme Taylor. Hij ziet er uitgeput uit en staat op instorten. Ik moet de kat afleiden, maar hoe? Laat me even nadenken. Ik heb muizen en speelgoed geprobeerd, maar het wordt alleen maar erger. Wat als? Natuurlijk, ik heb een speciale geur. Zijn pak werd plotseling paars. En de kitty geeft duidelijk de voorkeur aan 1 kleur. Het is duidelijk. Lavendel, laten we het proberen. Ik verveel me. Sneller. Wat een heerlijke geur. Vrijheid, eindelijk. Besloten om mij af te leiden van de lol? Het is maar een advertentie. Lichte, zachte, geweldige lavendelgeur voor slechts $1. Geef het aan mij. Oké, nu ben ik allergisch voor vissen. Je hebt het laten vallen. Doorgaan? Alleen dit niet. Spaar me alsjeblieft. Mijn vlinder, bedekt met bont. En nu deze lavendel? Geef hem hier. In de problemen komen? Neem dat. Sorry, maat. Ik kan je op geen enkele manier helpen. Catnap, ik heb heerlijk geslapen. Nu ben jij aan de beurt. Jacqueline, blij je te zien. Mijn gevangenis, mijn gevangene. Hoe durf je hier te verschijnen? Slaap. Ik heb me voorbereid op het eindgevecht. Moet ik bang zijn? 1 momentje. Ga nergens heen. Pak het nu. Slim. Dat is niet eerlijk. Verkeerde zet. Je bent mijn idool. Help me dit uit te trekken. Cool wapen. Is het jouw idee? Ik wil er ook een. Mag ik op deze knop drukken? Woeps. Wat ook alweer. Taylor. Waarom heb je...
Oeps, mijn fout. Laten we haar bedekken met een deken. Wat als ze het koud heeft? Rustig maar. Laten we terug naar de cel gaan. Derde ontsnapping deze week.